Magie deelt een podium met theater tijdens Spirals. Het is een woordloze voorstelling die de toeschouwers meeneemt naar de droomwereld van de illusionist en theatermaker Tim Oelbrand. Spirals is een voorstelling voor de hele familie, dus voor jong en oud. Het is een combinatie van goochelen met theater. Het is woordloos, dus het overstijgt ook alle talen. En het gaat over een man die veel te lang op zichzelf heeft gezeten of zit. En zo een beetje de grens tussen wat echt is en wat niet echt is aan het verliezen is. Dus die man die komt ineens in een soort fantasiewereld waar het dingen gebeuren die misschien niet horen te gebeuren of die hij niet verwacht dat ze gingen gebeuren. En hij beleeft die dingen en hij ondergaat ze ook. En dat is een beetje waar dat Spirals overgaat. Zo de grens tussen wat is echt en wat is niet echt. En wat moet ik daarmee doen? Ja, ik denk dat daar mijn motivatie sowieso vandaan komt. Van het gevoel dat ik altijd had bij het kijken van een film. En zeker als kind. Ik kon echt zo meegezogen worden in een film, in het verhaal. En ik wist ook dat de dingen niet echt waren, maar ik wou het wel geloven. En ik dacht, als ik dat stukje magie dat ik toen voelde kan transfereren naar de scène, als ik dat kan creëren, dan ben ik geslaagd in mijn opzet. En dan ben ik ook snel beginnen merken dat muziek een belangrijke rol speelt. Dus alle zintuigen moeten geprikkeld worden. Dus ik laat muziek componeren, maar die beelden, dat is toch iets waar ik echt vanuit vertrek. Dus een mooi beeld, mooie belichting. En dat verhaal, dat stroomt dan vanzelf er wel uit. Mensen weten wel dat ze naar een goochelaar komen kijken. Dus ze weten ook de dingen die gebeuren, dat die niet echt zijn. Gelukkig. Maar ik hoop toch altijd een heel klein stiekem beetje dat de mensen ook vergeten dat ze naar een goochelaar aan het kijken zijn en dat ze heel even aanvaarden wat er gebeurt, dat dat echt mag zijn en dat je moogt fantaseren, dat je moogt wegdromen, al was dat maar voor dat uurtje. Hè. Bij Jurassic Park weten we ook dat die dinosaurussen niet echt zijn, maar toch willen we dat even geloven, al was dat maar een uurtje. En dat is toch een beetje waar ik naartoe wil met mijn voorstelling.